Het gloednieuwe stuk weg bij Os is op een aantal punten terecht de weg van de toekomst. Zo zorgen zonnepanelen in de vorm van bomen voor stroom. Wordt er warmte gewonnen uit asfalt? Komt er een groene golf begeleid door LED-verlichting? Wordt er op een energiezuinige manier gewerkt? En past de weg in de natuurlijke omgeving? Ook komt er een fietstunnel die met hulp van elektronica minder eng is. Na de zomer moet die speciale fietstunnel operationeel zijn, maar er is al wel een proefopstelling. Gedeputeerde Ruud van Heugten ging er vandaag kijken. Okay. Dus als we eromheen komen, dan moet dat werken. En dan zie je daar op dat scherm de mededeling die is gedaan. Ja. Is het koud in de tunnel? Het belang voor Brabant is dat wij hiermee zowel de veiligheid op de weg, in dit geval voor de fietsers in een tunnel, kunnen vergroten. Maar ook het belang dat er een nieuwe techniek wordt ontwikkeld en dat er ook weer misschien wel weer nieuwe bedrijvigheid uit gaat ontstaan. En dat we deze innovatie, en daarvoor zijn we ook dit project De Weg van de Toekomst gestart, dat we deze vernieuwingen, deze innovaties ook een kans geven om in de praktijk toegepast te krijgen. De Weg van de Toekomst in Os loopt van de A50 via de oostkant van Os naar Megen en de Maas. Als alles volgens planning verloopt, is de officiële opening op 8 september.